Kijk, ik heb nu even zondagskoers aan. Kijk, dit wil je toch gewoon. Kijk even op de website. Dan zit ik zeg maar zo. Kijk, dit zie ik als ik mijn video opneem. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Dit wordt een weekendvlog en dan bedoel ik niet gewoon een vlog van alleen dit weekend, maar een vlog van eigenlijk alle weekenden aan elkaar. Dus ik film alleen in de weekenden en niet op de schooldagen. Het is vandaag zaterdag. Ik ga denk ik volgende week wel op vrijdag na school al de vlog beginnen. Want dan heb je eigenlijk al een beetje gewoon weekend. En het is nu 1:05. Ik heb alleen eventjes mijn nagellak, mijn gellak eraf gehaald. Dus ga ik misschien zo van jullie laten zien. Ga ik eventjes mijn nagels gewoon opnieuw lakken. Gewoon even mijn normale nagellak. Ik heb vanmiddag een hockeywedstrijd om 3:15. Gewoon thuis tegen Upward moeten we volgens mij. Nou, dit heb ik al een keer geprobeerd. Maar dat was helemaal misgegaan. Zeg maar met zulke. Dit vind ik ook wel heel leuk. Gewoon eigenlijk een kleur en dan gewoon een rood hartje erop maken. Gewoon op één nagel. Ik denk dat ik dit ga doen, want dit is best wel simpel, maar wel leuk. Nou, dit is before. Toen had ik het eerste laagje topcoat gedaan. En toen ging ik deze lichtroze nagellak erop doen. Dit was het eerste laagje. En dit is het tweede laagje. Ja, het is niet helemaal perfect, maar dat maakt niet uit. Nou, het is helemaal mislukt, dat hartje. Kijk. En de andere hand. Dit heb ik altijd weer. Ik ben een beetje te lang bezig geweest met mijn nagels. En nu moet ik me heel snel gaan omkleden. Maar het irritant is dus. Deze en deze ook nog zijn nog een beetje nat. Dus ik kan niet zomaar gewoon alles gaan pakken en zo. Dus oh my god jongens. Kijk wat er is gebeurd. Deze was net zo mooi. Nou ja, in ieder geval het mooiste van allemaal nog. Maar kijk even hoe die eruit ziet. Oké, ik heb me omgekleed. Ik heb net heel snel vergeten. Ik ben nog half aan het eten. En ik moet nou echt heel snel gaan. Dus ik zie jullie zo weer. Nou, ik ben heel slim, want ik ben mijn beker kwijtgeraakt. Dus nu ben ik hem aan het zoeken. We hebben trouwens 2-0 gewonnen met deze wedstrijd. We speelden hier zo, maar nu ben ik weer terug. Hij staat er niet. Het is ook echt bloedheet. Ik heb haar nu alweer losgedaan. En daarachter is een gek feestje of zo. We zijn er ook gewoon met de fietsen bij de velden. Nou, we hebben net pizza gegeten en ik ga nu eventjes in bad. Want ja, ik ben gewoon echt moe. En ik heb echt heel lang niet meer in bad gezeten trouwens. Maar ik vind het altijd zo, dan zit je ook gewoon meteen weer 3 uur in bad. En dan kom je er gewoon niet meer uit. Dus daarom ga ik eigenlijk gewoon altijd douchen. Maar ik dacht, nu ga ik weer eens gewoon in bad. Oké, ik heb de bruidsbal echt al half ingedaan. Maar er zit allemaal gaas in. Dus het ziet er een beetje raar uit nu. Maar de camera die beslaat steeds helemaal. Omdat het gewoon, ja, heet is hier. Hij bruist niet echt. Zie je? Nou, ik ben net weer uit bad. Ik film heel veel met mijn telefoon. Want mijn camera doet een beetje raar. Want volgens mij is de opslag vol. Ik kan gewoon niet meer filmen. Oké, hij doet het alweer. Ik moest gewoon op een ander knopje drukken om iets te verwijderen. Echt heel dom. Maar ja, ik ben nu weer op mijn kamer. En ik heb nu, dit is eigenlijk, lijkt het wel een pak. Maar dit zijn gewoon twee aparte dingen. Het is wel allebei van de H&M. Het is vandaag zondag en het is al 4:30. Oh, ik dacht dat het echt 1 uur was. Het is blijkbaar al 4:30 en ik heb me net pas klaargemaakt. Ik heb een flarebroek aan van de Sting en deze trui die ik gisteren liet zien van H&M. Echt heel simpel, maar ik ga eventjes naar, weer naar hockeyfiets. Omdat mijn bidon blijkbaar toch bij de gevonden voorwerpen was gebracht. Maar gisteren zagen we hem daar niet, dus we gaan nu gewoon weer kijken. En daar gaan we even door naar de winkel. En ik moet nog even kijken of ik vandaag iets voor school moet maken. Want ja, morgen is natuurlijk weer maandag. Maar dat komt niet in deze vlog, want deze vlog is alleen, ja, weekend. Maar het is eigenlijk ook weekend. Maar dat zijn saaie dingen. We hadden een beker weer gevonden en toen gingen we even kijken naar een hockeywedstrijd die daar op dat moment bezig was. Toen gingen we nog even naar de winkel, zoals ik dus al zei. Altijd weer als we thuis komen. Die ligt er weer voor de deur. Ja, dat kan ook gewoon op de mat gaan slapen, maar niet of je een mand voor hem koopt. Het is vandaag... Oh, ik heb een ander ding, dus ik zie de datum niet. Zaterdag, ik zet hier wel de datum. Dus het is weer weekend, dus we gaan de vlog weer verder maken. En ik ga nu eventjes, ik heb me even aangekleed. Het is 11:50. En we gaan nu naar de hockeywedstrijd van mijn zusje kijken. En ik heb zelf ook een hockeywedstrijd vandaag, maar pas in de middag. En dat is in Ede, dus dan moeten we uit. En nu heb ik me gewoon even aangekleed. Ik zal het even laten zien. En ik ga nu dus even naar de hockeywedstrijd van mijn zusje kijken. Die speelt gewoon thuis. Dit heb ik nu aan. Ik heb dit... paarse shirts van My Jewelry aan. Deze broek van de Zara aan. En de jas van de Zara. Dit is gewoon zo'n witte skinny jeans. Yeah! Oké, ik ben net terug van de wedstrijd van mijn zusje. En nu moet ik mezelf gaan omkleden. Ik heb nog maar een half uurtje. Nou, iets langer. Ik moet nog eten en omkleden. Zoals ik al zei, ik moet in Ede. Ik moet uitspelen. Ik hoop dat we gaan winnen. Volgens mij staat Ede laatste in onze pool of klas of hoe je dat ook noemt. En wij gaan nu eerste. Dit komt heel eventjes tussendoor. Ik heb hele leuke kleding van Chiquelle ontvangen voor samenwerking. En die ga ik nu eventjes aan jullie laten zien. En ik geef jullie ook een kortingscode. We beginnen met deze trui. En dit is net als die
De trui van de vorige samenwerking met Chiquelle. Zo'n soort trui, maar dan weer met een andere print. En deze vind ik echt heel leuk. Gewoon die trui van Chiquelle, die sweaters zijn het eigenlijk. Die zitten zo lekker en die zijn gewoon echt lekker warm en goede kwaliteit. En het zit gewoon echt heel fijn. Het is gewoon echt, het model is ook gewoon leuk. Ik zal even laten zien hoe hij eruit ziet als ik hem aan heb. Kijk, let even niet op mijn kraag, want die heb ik er nog onder. Maar dat komt omdat ik zo'n topje aan heb. Maar zo ziet hij eruit. Echt gewoon heel leuk. Je kunt hem ook nog een beetje in je broek doen. Maar hij is best wel oversized. Dit is maat XS. Dit is de kleinste maat. Die vind ik ook wel het leukste. Zodat hij niet te oversized is. Maar gewoon dat het nog wel bijvoorbeeld voor naar school kan en zo. Ik vind dit echt heel leuk. En het zit heel lekker. Oh, het is echt heel lelijk licht nu. Sorry voor als het licht nu een beetje anders is. Maar de zon scheen anders te fel. En daar werd het juist weer heel donker. Het volgende wat ik heb is deze trui. En ik zag deze. En normaal... Normaal zou ik dit denk ik niet bestellen, maar het leek me gewoon wel heel leuk. Want zeg maar, het zijn van die geruit dingetjes erop of zo. Dat draag ik eigenlijk niet heel vaak. Er zijn ook nog van die kleine diamantjes in als je goed kijkt. Zeg maar, zo'n patroontje is het een beetje. Maar ik vind de trui echt heel erg leuk. Het is een wollen trui. Zij is gewoon lekker warm en ik ga hem even aandoen. Nou, ik heb hem nu aan en ik vind de kleur sowieso echt heel leuk. Gewoon dat beige, want dat kan eigenlijk wel overal bij. De mouwen die zijn zoals je ziet een beetje... wat groter hier zo eronder. En ik heb hem nu in mijn broek gedaan. Je kan hem ook gewoon zo eroverheen doen. De lengte is niet te lang. Dus je kunt hem makkelijk in je broek doen. Dus niet dat het dan helemaal zo'n stuk erin zit. En ja, zo ziet hij eruit. Dan heb ik deze broek. En deze zit echt heel lekker. Hij zag er ook al gewoon zo uit op de foto's. Alsof hij heel lekker warm zat. En dat is deze trainingsbroek. Ik heb hem in maat M gedaan. Omdat ik dacht, nou dan zit hij gewoon lekker los. Niet te strak of zo. Maar hij zit echt gewoon heel los, heel groot. Ik zou dit niet als ik naar buiten ga of zo aandoen. Maar gewoon voor thuis. Dus dit is zo'n fijne broek. Hij is gewoon echt heel groot. Dus ik zou jullie aanraden om maat S te bestellen. Behalve als je sowieso al M hebt. Maar zelfs dan is hij nog echt wel te groot. Want kijk, hij valt gewoon heel oversized. Ik ga even laten zien hoe hij eruit ziet als ik hem aan heb. Kijk, zo ziet hij eruit. Je ziet nog niet helemaal. Ik ga even op mijn bed staan. Maar kijk, zoals je ziet is hij echt heel groot. En hieronder is hij ook gewoon te lang. Maar hij blijft wel zitten. Kijk, het is wel een beetje los hier. Maar hij blijft wel gewoon zitten. Dus voor thuis is het gewoon echt super fijn. Want het is gewoon echt een hele lekkere warme broek. De kleur vind ik trouwens ook echt heel leuk. Volgens mij, weet je zeker, heb je dit in meerdere kleuren. Dan gaan we door naar het laatste item. En dat is dit rokje. Ja, het is eigenlijk geen zomer meer. Maar ik kan het altijd nog wel een keer dragen. En anders heb ik hem gewoon nog wat voor de zomer. Het is zeg maar zo'n overslagrokje. En je hebt hier ook zo'n koordje bij die je er nog omheen kan doen. Ik heb deze in maat M besteld, maar ik had eigenlijk beter S kunnen bestellen. Maar ik dacht dat hij misschien wat strakker viel of zo. Maar dit rokje moet je gewoon in je eigen maat bestellen, want hij zit net, hij zit wel goed. Maar ik had hem ook beter in maat S kunnen doen. Het is trouwens een broekrokje, dus dat is heel fijn. Dus je hebt gewoon een broekje wat er al aan vast zit. Kijk, ik heb nu een verzonnen korsje aan. Dat ziet er dan zo uit. De achterkant heb je dit. En aan de voorkant gewoon zo. En dan heb je hier van die lusjes en dan kan je dan het korsje gewoon doorheen doen. Kijk, en dan maak ik eventjes een strikje gewoon erin. En dat is dus wel fijn, want dan zit hij toch wel wat strakker. Maar ik zou gewoon in je eigen maat bestellen. Dus niet denken, oh, ik moet een maat groter of zo. Maar je kunt hem altijd nog gewoon aanknopen. Ook al is die bijvoorbeeld alsnog te groot in maat S. Ik weet trouwens niet of het tot maat XS gaat of maar tot S. Maar nou, ik vind het echt heel leuk uitzien. Dit kun je gewoon met alles combineren. Ja, ik heb er dan nu een zwart kooltruitje op. Maar in de zomer zou ik gewoon een wit topje erop doen. Dat is echt heel leuk. En ja, zo ziet het rokje er dan uit. Nou, je kunt ook nog korting krijgen. De kortingscode die staat hier zo onderin. Daarmee kun je dus korting krijgen op je bestelling bij Chiquelle. De linkjes van alle kleding zal ik ook nog even in de beschrijving zetten. Zodat je er gewoon makkelijk naartoe kan gaan als je wilt. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Kijk het verschil tussen dit nieuwe shirt en het oude. Wacht, zie je dat wel op camera? In ieder geval, deze is helemaal vaag geworden en dit is heel fel oranje. Oké, ik heb het aangetrokken. Ik ga mijn haar zo nog even zien naar hoge staart doen. Oh ja, en we hebben nieuwe truien gekregen laatst. Met ons hele team, zeg maar. Wel blauw met oranje gemest, maar dat maakt niet uit. Nou, ik ben weer terug van de wedstrijd. Ja, sorry, ik vond echt heel op dezelfde plek. Maar we hebben 4-2 gewonnen. Ik ben nu weer in deze uit. Ik heb net gedoucht. En ik ga nu sushi eten, want ik heb net sushi besteld. Het is net binnengekomen. En daarna ga ik snel inpakken en naar Emma. Dit is gewoon voor mijzelf. Dit zit er allemaal in. We hebben... Oh, het zit allemaal bij elkaar. Ik heb zo'n ding. Hier zijn nog de sausjes. Ik heb trouwens bij sushi besteld. Maar SJ... Ja, ik zet het hier wel even in beeld. En dan gewoon bij thuis bezorgd. Kijk, dit wil je toch gewoon. Hier heb ik altijd zin in. En dan heb ik het eindelijk. Nou, ik ga het opeten doen. Nou, ik ben inmiddels alweer best wel lang thuis van Emma. We hebben de hele nacht niet geslapen, dus ik ben wel echt heel moe. Maar het was wel echt heel leuk. En vandaag heb ik echt gewoon niks gedaan. Gewoon in mijn bed gelegen. Maar ik kan echt nooit slapen in de middag. Ook al ben ik heel moe, ik kan gewoon niet slapen in de middag. En ik ga zo meteen eventjes, het is nu... Wow, ik vind die tijd eigenlijk heel onhandig zo. Ik heb het heel raar ingezet. 6:15 is het nu.
En ja, we gaan straks eten. We eten meestal niet heel vroeg of zo. En ik ga eerst even naar mijn school fietsen. Want hier was dat vorige week ergens. Was ik gewoon verdwaald onderweg naar school met de fiets. Ja, echt heel dom. Maar zelfs met Google Maps. Dan gaat het nu eventjes goed. Dus dat ik het echt goed weet. Ga ik even met mijn vader fietsen. En ja, hopelijk lukt het dan. Want morgen moet ik natuurlijk weer naar school. Maar dat gaan jullie niet zien. Want dat is saai. We gaan weer overswitchen daarna naar het volgende weekend. Dus ik zie jullie denk ik zo nog wel eventjes. En we zijn bij de school aangekomen, zoals je ziet. En het is weer vrijdag. We hebben de week weer overleefd. Ik kom ongeveer een uurtje geleden uit school. En ik ga straks even naar de stad met mijn moeder. Want ik ga even naar mijn jewelry toe. Die ligt in Arnhem. Het is niet een hele grote daar, maar daar ga ik gewoon even heen. Ik ga eventjes een broek passen die ik had gezien online. Ik ga dan ook zo'n mom jeans. Ik heb nu ook een mom jeans aan. Maar kijk, het zit bij mij echt nooit goed. Ja, ik had deze vandaag aan naar school. Kijk, dit is hoe het zit. Het hoort natuurlijk een beetje zo, maar het is... Ik moet het iedere keer zo trekken. En het, ja, het is gewoon, het zit niet heel mooi hoe een mandjes hoort te zitten, zeg maar. Dus ik had er daarin gezien. En dan ga ik die daar passen. En dan ga ik, als ik hem goed vind... Oh, ik moet jullie trouwens even wat laten zien. Zoals jullie weten heb ik dus Things bij Meert. Mijn telefoonhoesjes die ik verkoop. Ik ben nu begonnen met een nieuwe collectie soort van. Ik heb nu ook een andere bedrukker en zo. Dus het zijn wat iets betere kwaliteit hoesjes. En ik zet dus nu nog maar één hoesje op de site. Maar die laat ik even jullie zien. Maar dat is zeg maar dit, het Hartjes hoesje. Little Hearts Case heet die. De hoesjes die komen nu ook sneller binnen bij mij, zeg maar. De leveringen sneller, want dat was bij die andere echt veel te lang. En de bedrukkingkwaliteit is beter. Ik vind het gewoon, die andere was ook gewoon al goed, maar ik vind het nog net wat mooier bedrukt. En ja, dat kan dus ook voor Samsung. Het logo is ook een beetje veranderd. Het staat hier wat kleiner, kijk. Met zo'n sierlijker lettertype. Kijk even op de website op thingsbemeerte.nl. Ik zal wel een linkje in de beschrijving zetten, maar als je dat intypt op Google vind je dat ook gewoon. En dan kijk eventjes ja, of die er nog is dan voor jouw telefoon. Oké, kijk. En ik maak dus meestal, na de laatste tijd doe ik dat. Ik had er nooit zin in dat ik altijd lelijk geef. Vond ik het gewoon saai om zo'n planning te maken. Ik heb dat dus weer gedaan de laatste paar dagen. En dan heb ik hier bijvoorbeeld, het was dan dinsdag, dus vandaag vrijdag. Dan heb ik eigenlijk voor vandaag niks, maar ja, pakketje. Dat betekent gewoon dat ik ze of in moet pakken of op de post moet doen. Gewoon van Things bij Meerte. En dat ga ik er nu ook even opschrijven, dus ik laat even zien wat ik vandaag allemaal moet doen. Ja, kijk, als het dus niet helemaal past, dan schrijf ik het gewoon een beetje zo. Ja, dan is dit echt één ding. Laat ik er wel weer een stukje tussen. Nou... Even denken of er nog iets is wat ik vandaag echt moet doen. Volgens mij is dit het. Dus dan heb ik gewoon pakketjes posten. Ik moet eigenlijk deze nog niet op de post doen. Kijk. Dit is er eentje. Deze en dan nog zo'n grotere. Dus ik ga er nu eventjes postzegels op doen. En dan ga ik die nu meteen even op de post doen. Dan heb ik dat ook weer meteen gedaan. Oké, ik ga eerst even alle pakketjes wegen. Ja, ik weet meestal wel hoeveel het weegt. Maar bijvoorbeeld bij deze moet ik even kijken. Kijk, ik heb het gewoon in de PostNL app zeg maar. Want als je geen losse postzegels meer hebt. Gewoon van die stickers. Dan kan je zo naar postzegelcode. En dan zie je hier alle dingetjes en dan kan je dat gewoon kopen. En dan krijg je hier van die codes en die kan je dan gebruiken. Gewoon hier zo, zeg maar, schrijven. Dat ga ik gewoon even doen. Ik leg er even wat op, anders zie je alle adressen de hele tijd. Nou, alle postzegelcodes staan er nu op. Dus nu kunnen ze gewoon op de post. Dus ik ga nu eventjes naar de brievenbus toe fietsen. En dan doe ik ze alle drie op de post. Nou, dit heb ik dus nu gedaan. Dus die ga ik nu eventjes markeren. En dan moet ik vandaag alleen nog even dit doen. Maar daarvoor ga ik dus ook even naar mijn jewelry zelf toe. Zodat ik eventjes kan passen en zo. Want het is voor een samenwerking. Nou, hier zie je dus de mom jeans hangen die ik wilde gaan passen. Ik had het in twee maat gedaan, in maat S en M. Maar allebei waren ze eigenlijk niet goed. En deze leren legging, die vond ik echt heel leuk. En die paste ook gewoon goed. En dit strepentruitje had ik ook nog gepast. En die was ook echt heel leuk. En toen gingen we nog even wat eten bij de Hema. Nou, zoals je dus net zag, heb ik eventjes al die dingen gepast en zo. En daarna heb ik nog even een broodje gegeten bij de Hema. Ik was trouwens helemaal vergeten dat je met zo'n QR-code moest doen toen wij naar binnen kwamen. Het was van, mag jullie QR-code? Dacht ik, oh ja, met QR-code moet natuurlijk vanaf nu allemaal. Maar ik heb die mom jeans gepast en die was gewoon echt precies wat ik dus altijd heb. Ik had die met maat S gepast. Die was zeg maar goed bij mijn benen, maar die was veel te strak boven. Ik had hem wel aangekregen, maar zeg maar als ik stond ging het nog wel. Maar zoals ik ging zitten, dan het was het gewoon veel te strak. Toen had ik maat M gepast. Alleen die was juist weer veel te groot, wat ik dus eigenlijk met al die mom jeans heb. Ook die ene die ik vanmiddag thuis liet zien. Ik kon er gewoon geen kopen. Dus toen heb ik die leren lengte gepast. Het was echt goed dat ik dat trouwens bij gaan passen. Want anders had ik die dus waarschijnlijk besteld. Maar gewoon een maat gegokt. En dan was die sowieso niet goed geweest. Maar toen had ik die leren lengte gepast. En die was gewoon in maat S goed. En voor de rest had ik nog een jurk gepast. Ik weet niet of ik daar een foto... Ja, heb ik wel een foto van ingedaan. Dus het is wel fijn dat ik dat nu allemaal een beetje weet. Dus ik heb dat nu allemaal doorgegeven. En dan krijg ik dat binnenkort. Dus dat zullen jullie ook nog wel een YouTube video voorbij zien komen.
Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Het is best wel vroeg, tenminste voor zaterdag. Nou, het is nu 8:30. Ik ga mee met Danielle, want zij moet fluiten. Gewoon bij mijn hockeyclub, bij een wedstrijd. Dus ik ga gewoon mee, dan gaat zij de volgende keer met mij mee. Dus ik moest even vroeg opstaan. Alleen ze moest ook nog een kwartier eerder dan dat ze dacht. Dus nou moet ik sowieso haasten. Dus ik ga me nu heel snel klaarmaken. Ja, ik heb nu deze trui maar gewoon aangedaan. Dit is gewoon die hockeytrui, zeg maar, van ons team. Ja, boeien, ik doe die gewoon aan. Ik ga toch naar de hockeyclub. En nu een trainingsbroek, maar daar doe ik heel snel een andere voor aan. Oké, dit is er één grote rommel. En ik had geen andere broek, dus ik heb deze aangedaan. Maar dit staat echt niet op elkaar. Dus ik kan beter maar ook gewoon die trui van dit hele pak aandoen. Ja, nu zit ik in dat hele pak. Maar een spijkerbroek onder zo'n sporttrui ziet er ook niet uit. Oké, ja, ik heb nou maar gewoon dit hele pak aangedaan. En zo ga ik er maar heen. Ik hoef zelf niet eens te sporten, maar ik doe gewoon dit aan. Ik doe er een jas overheen en dan ga ik snel. Oké, ik ben weer terug. Alleen mijn kamer is gewoon, zoals je net al zag, één grote bende. Ja, ik heb die lades wel weer dicht gedaan. Hier en overal zie je gewoon één grote rotzooi. Dus ik ga het even opruimen. Ja, maak even een timelapse van hoe ik alles opruim. Dus let's go. Oké, nou is dit gedeelte wel zo goed als opgeruimd. Gewoon met mijn bureau en zo. En dan moet ik nog eventjes de rest doen. Kijk, dus net weer iets netter. Ik ga nu eventjes deze vlog die jullie nu aan het kijken zijn even editen. Want ik lig best wel ver achter. Ik heb niet heel veel geëdit. Volgens mij heb ik er nog helemaal, ja, echt één deel van geëdit. Dus ik ga nu alles even editen voor jullie. Oké, ik ben bijna helemaal klaar. Oh, hij moet even scherp stellen. Ik heb mijn outfit aan. Ik doe nog eventjes in die blauwe trui weer eroverheen. Ik heb mijn haar gedaan, gewoon in de hoge staart. En ik moet alleen nog eventjes eten. Nou, mijn haar ziet er heel mooi uit zoals je ziet. Maar we hebben 2-0 gewonnen. Ik krijg dit altijd, hè. Maar we hebben in ieder geval gewoon gewonnen. En er is een pakketje binnen. Er zijn twee pakketjes binnen. Geen idee wat het is, deze. En nog een pakketje, deze. Dit is volgens mij van Shein. Dus we gaan het even unboxen. We beginnen met deze kleine. Oké, deze beginnen we mee. Het is een klein pakketje. Oh, mijn oplader van 2 meter. Die had ik besteld. Oh, ik dacht echt dat die volgende week was van. Maar het is echt iets heel saai of ja, simpel of zo. Maar... het is echt heel handig, want ik irriteer me er zo dood in dat ik gewoon meteen 3 seconden daarna een nieuwe oplader heb besteld. Mijn is gewoon, ja, gewoon zo'n 1 meter, zeg maar. En dan haal ik het steeds net niet. Kijk, dit is een 2 meter, ik kan het niet helemaal zo doen, maar het is een 2 meter lange oplader, dus dat is super handig. Dan gaan we nu naar deze. Oké, mijn camera is leeg, dus ik film even op mijn telefoon verder, dus het beeld kan iets anders zijn. Als eerste deze klemmen. Ik heb er meteen 3, want ik had geen keer een van ergens van gekregen, maar die was kapot gegaan. Oh, dit zit ook nog allemaal los in een plasticje. Maar ik doe er even eentje. Kijk. Ik weet niet, volgens mij was het 6 euro of 4 euro zelfs voor 3 van die klemmen. Het was best wel goedkoop. Ik zie hier al leuke zebrapins. Een hoesje is zo'n hard case, zeg maar. Geen siliconen. Oh, dit voelt heel... Had ik nepnagels besteld? Oh ja. Oh, deze zijn best wel lang. Ze zien er wel minder mooi uit dan op de foto. Maar zeg maar, met zo'n swirl ding erop. Wat ik eens een keer probeerde te doen, maar dat lukt mij niet. Dus ik dacht, ik koop gewoon nepnagels. En dan hebben we stickers. Dit zijn voor op mijn pakketje. Nog één dingetje. En dat is dit. Je denkt echt, wat is dit? Het zijn allemaal van, het lijkt een soort van visitekaartjes. Maar het zijn gewoon lege roze kartonnen kaartjes. Eigenlijk van een soort, ja, visitekaartjes materiaal met niks erop. En je kan hier gewoon leuk met pen op schrijven. Zo kan ik bij iedere bestelling een persoonlijk kaartje. Ik heb het trouwens over de bestellingen van Tinks bij Meerte. En ik dacht, roze is een leuk thema. Dus het is eigenlijk een pakje met allemaal, ja, lege kaartjes. En dan vond ik roze wel leuk. Allemaal leuke dingetjes. Oké, jongens, ik snap er niks meer van. Mijn TikTok-account is net uit het niets gewoon ineens weer verwijderd. Mijn account Meerte022. Ik had letterlijk net de 10k gehaald. Alsof ze het gewoon weet. Alsof ze gewoon expres doen van, je hebt net de 10k gehaald, nu gaan we je account verwijderen. En dat is ook altijd weer heel toevallig zo. Ik heb net een samenwerking met een bedrijf. En daar zou ik dan op TikTok iets voor posten. Dus dat moet nog opgestuurd worden. En precies daarna wordt mijn account verwijderd. Dat heb ik ook weer altijd. Ook typisch iets had ik ook een keer eerder. Dat ik zo'n samenwerking had afgesproken om iets op TikTok te plaatsen. En dan wordt mijn account precies dan verwijderd nadat ik dat heb afgesproken. Weet je wel, dat soort dingen. Nou is die dus opeens weer verwijderd. Nou, ik ga maar weer gewoon een nieuwe aanmaken. Ik heb nog wel deze spam van Meert, heet die. Daar heb ik maar even iets op gezegd. En jongens, hou sowieso altijd gewoon mijn Insta in de gaten. Want mijn account wordt dus gewoon echt heel veel verwijderd. Maar hou gewoon mijn Instagram, Meert-02 in de gaten. Dan weet je altijd zeker van wat mijn nieuwe account is of zo. En dat soort dingen, dat zet ik allemaal in mijn verhaal en in mijn bio. Op Insta, ik zat hier, daar staat altijd gewoon TikTok-account en dan... Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik heb me een beetje half klaar gemaakt, maar alleen de bovenkant. Voor de rest heb ik gewoon een trainingsbroekje onderaan.
Maar ik ga eventjes de video opnemen voor de 10k abonnee special. Want ik heb natuurlijk al een tijdje de 10k gehaald. En ik zou nog een 10k abonnee special doen. Dus ik ga die video nu even opnemen. En jullie zien die misschien al nu online zijn. Als deze video online staat, dat weet ik nog niet. En anders dan moet je hem nog kijken. Nou, ik ben heel veel alles aan het klaarzetten. Ik neem mijn video's eigenlijk altijd hier op. Want een andere plek, ja, daar zou ik van alles voor moeten verschuiven. En dat ga ik niet doen. Dus ik neem het hier zo op. En gewoon dus altijd met deze achtergrond eigenlijk. En ik heb hier mijn statief staan. En mijn ringlamp, die ga ik even heel fel aanzetten. Kijk, het is nu zo veel, omdat het al veel beter licht. Dan zit ik zeg maar zo. Kijk, dit zie ik als ik mijn video opneem. En dit zien jullie dan. Nou, ongeveer. Nou is de hoogte niet helemaal goed, maar... Jongens, besef, daar zit ik er zo bij. En ondertussen zit ik dit hier in mijn badjas te editen. Gewoon letterlijk deze outfit. Ik ga trouwens niet meer naar de stad, want we hebben dan echt nog maar heel kort. En dan moeten we er nog heen gaan en hebben we er echt maar heel kort. Want daarna moet ik alweer op tijd om 3:30 moet ik bij de bios... Nee, om 4:30 begint de film. Nou, ik heb even mijn jas hieroverheen gedaan. Want ik heb hieronder gewoon nog dit topje. En ik vond het dan wel gewoon leuk om deze jas eroverheen te doen. Dus nou, we gaan zo meteen naar de bioscoop. En ik heb die nieuwe klem in mijn haar gedaan. Kijk, laat even zo zien. Die ik dus van Shein had. Kijk, hier liggen die andere. Ik had eerst deze, maar ik heb helemaal niks met deze kleur aan. Vertel eens waar we van mee gaan. De luizenmoeder! De luizenmoeder! Zoals ik al net heb. We gaan naar de BC Station. We zijn nou in de parkeergarage. En dan gaan we zo naar Pathé lopen. En we moeten mijn ID mee en mijn QR-code weer laten zien. Sophie die is trouwens al in de stad, dus die... is daar aan het wachten. Dus als jullie denken, waarom zit zij niet hier in de auto? Die is er al, want die was vandaag naar de stad. En ik zou dus ook gaan, maar dat was toch te weinig tijd. Oh, wij gaan hier ook weer foto's maken. Ja, nou is de zaal nog leeg. Nou, dat was dan deze vlog. Zoals jullie zien zit ik hier zeg maar in dezelfde setting als dat ik zat toen ik die Chiquelle kleding allemaal aan jullie liet zien. Maar het is inmiddels alweer een tijdje later en ik moest deze vlog nog even afsluiten. Het was dus een weekendvlog, dus ik heb ieder weekend gefilmd en de week zeg maar dat ik naar school ging niet gefilmd. En als ik dit weekend had, heb ik weer gefilmd. Nou, op dit moment is het donderdag, dus het is wel bijna weekend. Alleen morgen nog en daarnaast herfstvakantie, dus daar ben ik echt heel blij mee. Er komen zeker nog meer weekvlogs aan. Misschien komt er nog een vlog in de vakantie aan als ik wat leuke dingen ga doen. Dus als jullie dat heel graag willen zien, laat even weten in de reacties. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Doe eventjes een duimpje omhoog en abonneer eventjes op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!